Import malaria wordt consequent aangepakt. Elias weerspreekt aantijgingen over aankoop in Nederland. En Afro-Brazilianen verdienen minder dan blanke landgenoten. Goedenavond, het STVS-journaal op woensdag 16 mei 2018. Het probleem van importmalaria wordt consequent aangepakt op de grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Met het opzetten van een mobiele medische post door het Nationaal Malaria Programma worden de Braziliaanse goudzoekers bij de oversteek naar Albina gelijk gecontroleerd op malaria, zegt gezondheidswerker Carla Pereira. Per 2020 moet de eliminatie van malaria een feit zijn. Het is daarom belangrijk dat het testen en behandelen van personen in de gebieden waar er aan kleinschalige mijnbouw wordt gedaan, wordt uitgebreid. Volgens gezondheidswerker Pereira worden er dagelijks 6 mensen getest en behandeld. Meestal brengen deze goudzoekers de malaria-parasiet met zich mee. Dit bemoeilijkt de bestrijding van malaria en daarom worden deze goudzoekers bij de oversteek direct gecontroleerd. De post is om, we maken een grens zodat de malaria niet naar binnen gaat, ik bedoel in Suriname. Deze mensen gaan malaria halen naar de Franse kant, dat brengen ze voor Suriname. En wij zijn hier speciaal daarvoor, dat als de persoon hier aankomt met symptomen, moet de persoon direct geprikt kunnen worden en behandeld als die positief is. Hoe sneller je de behandeling kan krijgen, hoe beter het is. Dus je kan, zo is een van de beste manieren om malaria te stoppen, als je die persoon direct behandelt. Dit plan komt voor in het Nationaal Malaria Strategisch Plan van Suriname. Het plan heeft als doel de beheersing en mogelijke eliminatie van malaria in Suriname te realiseren. Pereira meldt dat met het toepassen van deze strategie Suriname dit doel zeker haalt. Onze post hier is een van de belangrijkste posten. We hebben ook eentje zo in de grens op Lauwe Tabiki. En ik vind dat we gaan onze best doen. We doen het al. En ik verwacht dat het in 2020 overvrij zijn van malaria. De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, zegt geen aankopen te hebben gedaan als minister van Volksgezondheid in Nederland. Dit heeft de bewindsman gisteren het parlement voorgehouden. Leden van de oppositie hebben kritiek geleverd toen bekend werd dat er aankopen zullen worden gedaan voor de ziekenhuizen. Elias weerspreekt deze aantijgingen in het parlement. Geacht lid Rusland, er zijn geen koophandelingen door de minister van Volksgezondheid verricht. Er is niet gekocht, er is een aanzet gegeven dat ze gezamenlijk gaan inkopen. En op de vraag hoe men dan gaat aflossen, heb ik geantwoord van als de aankopen zijn, dus daarmee bedoel ik als de aankopen zijn gedaan, geacht lid Santoki, dat men dan uit de verdiensten aflost voor zover men niet als investering koopt. Het Mungra Medisch Centrum Nikeri zat naar zeggen van de minister in een laatste fase van een aankoopafspraak met het bedrijf Siemens in Nederland. Omdat de directeur van het MMC bevoegd is om zulke overeenkomsten te sluiten, heb ik deze laatste fase ondersteund als gewezen directeur. Dit omdat de datum daartoe al was vastgesteld, zegt Elias. De koop was volgens hem al voor een groot deel beklonken, nog voordat hij was gevraagd de post van minister van Volksgezondheid op zich te nemen. Voorzitter, het is gepland in januari. En u begreep, er is dan een begroting gemaakt en het is betaald door MMC. Omdat MMC toen niet wist, of wij wisten niet dat, dat ik de functie zou gaan bekleden van minister. Het is zo dat wij probeerden de trip te cancelen, maar uiteindelijk is er in goed overleg besloten. En vandaar dat ik ook gebruik heb gemaakt van de gelegenheid om ook voor de andere ziekenhuizen te pleiten, na afstemming met de ziekenhuisdirecteuren.
Een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius kan leiden tot een afname van 40% van de hydro-energieopwekking. Suriname behoort tot een van de bedreigende landen als het gaat om klimaatsverandering. Tot deze conclusie komt duurzame energiedeskundige Peter Donk wanneer hij praat over zijn recente publicatie. Deze publicatie is uitgekomen na de gehouden klimaatconferentie in Parijs van 2015. Hieruit is het Verdrag van Parijs, oftewel COP21, de 21ste Conference of the Parties, voortgesproten. Hierin zijn de onderhandelingen vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de effecten van klimaatverandering te verzachten. De meest bedreigde landen, waaronder de Caribische en overige ontwikkelingslanden, hebben ten opzichte van de zwaar geïndustrialiseerde landen een hard standpunt ingenomen op COP21. Het betekent dat de wereldtemperatuur niet meer dan 1,5 graden Celsius mag stijgen. Naast deze toezegging door Suriname wordt het voor ons land moeilijker volgens Donk wanneer ook rekening wordt gehouden met ons streven om meer energie op te wekken uit duurzame bronnen. Nou, het belangrijkste, zoals u zegt, die terugval van 40%. Dat betekent dat je al moet gaan denken aan een strategische mix in de toekomst. Wat gaan we anders dan hydro doen? We weten dat we hydro al lang als basis hebben gehad. En het is ook nog eens hernieuwbare energie. Het betekent dus als je terugvalt vanwege die commitment, jegens het Verdrag van Parijs, dat je ook andere bronnen zal moeten aanwenden. En tot zover hebben we nog nooit een duidelijke, goede studie gedaan met betrekking tot welke andere bronnen we zouden kunnen aanwenden om die eventuele terugval op te kunnen vangen. Het betekent dat we dan meer gaan moeten investeren in thermische opwekking, wat we juist niet willen, jegens het Verdrag van Parijs. Ook omdat we hebben gezegd 1,5 graden Celsius is het limiet, is de limiet voor het Caribisch gebied, wat dus betekent dat we onszelf in de vingers zullen snijden. Volgens Donk is het daarom uitermate belangrijk dat er een uitgestippeld energiebeleid komt met daarin duidelijke acties om deze afname in de hydrosector op te vangen. We hebben kennelijk de voordelen gehad van hydro. We hebben lang een soort layback, layover situatie gekend waarbij we rustig achterover lagen omdat we hydro altijd hadden. Maar u ziet dat het inferieur wordt ten opzichte van die thermische bijdrage die we nu steeds en het groeit verder steeds hebben vanwege economische groei, meer industrieën. Ergens moeten we dus, en liever gisteren dan vandaag zeg ik nogmaals bot, een hard beleid gaan uitstippelen, een roadmap gaan uitstippelen waarbij we zeggen wat is ons hernieuwbaar energiepotentieel los van hydrokracht, rekening houden met die terugval. Los van hydrokracht, kan het zon zijn, kan het wind zijn, who knows. Maar we moeten dat gaan bestuderen om dan, zoals ik al zei, met die strategische mix te komen voor Suriname. Anders gaan we verzuipen. Over de hele wereld is voor de moslims de Ramadan begonnen. Ramadan, ook wel de vaste maand, is de 9e maand van de islamitische kalender. Het is een bijzondere maand voor de moslims. In Suriname zijn er twee groepen die op hun eigen manier de Ramadan inluiden. Voor de orthodoxe moslims die onder de Surinaamse moslimassociatie vallen, begint de vaste maand pas wanneer de nieuwe maan wordt gezien. Als de nieuwe maan morgenavond bij zonsondergang door minstens één betrouwbare moslim gezien wordt, als hij man of vrouw, als het de maan wordt gezien door minstens één betrouwbare moslim, dan betekent dat deze 8e maand van de islam daar eindigt morgen en dan begint terstond Ramadan. Dan gaan wij de nacht, morgenavond dus, gaan wij dan Ramadan inluiden. We gaan naar de moskee om het speciale gebed, dat Tarawih gebed heet, te doen. En de volgende dag, dat is donderdag 17, wordt onze eerste vastendag, de eerste dag van de Ramadan. Het vasten wordt Saum genoemd. Dit houdt in dat moslims tijdens deze periode zich onthouden van onder meer voedsel, drank, roken en geslachtsgemeenschap. Het wordt gezien als een vorm van zuivering van lichaam en ziel. Voor zieken, zwangere vrouwen, soldaten in oorlogstijd en jonge kinderen wordt een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet te vasten volgens de Koran. Volgens James Lal Mohammed van de Surinaamse Islamitische Vereniging leert Ramadan de mensen zelfdiscipline. Vasten is een van de voorschriften die horen bij de grondbeginselen van de islam. En wat wij zeggen, het is een van de 5 zuilen. En het neemt een voorname plaats in het leven
van een goede moslim, van een gelovige moslim. Elk jaar weer kijkt men uit. Zoals er een nieuwe kalender is, kijkt men wanneer is de maand Ramadan. Want dat is een speciale maand. Dus het neemt een plaats in, er is geen thema, omdat je dus eigenlijk al het goede moet doen en al het niet goede, al het kwade moet nalaten. Alleen in die vaste maand is het een goede periode om dat te benadrukken, waardoor je bewustwording beter wordt en jij elke dag een beter mens, een betere moslim wordt. Tijdens de Ramadan hebben de moslims een speciale dagindeling die gebaseerd is op de zonnestand. De vastendag begint nog voor zonsopgang bij het eerste gebed van de dag en eindigt bij zonsondergang. Dan mag een moslim weer eten en drinken. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum, la'allakum tattaqoon. John Samuels, consul van Suriname in Frans-Guyana, heeft gisteren 52 vuilnistonnen overhandigd aan het commissariaat Marowijne. Samuels is tot deze daad overgegaan omdat vuil en zwerfvuil een zorgpunt is in Albina. Het is voor mij een bijzonder moment om dit over te dragen. Het was een persoonlijke initiatief, maar u weet wanneer u een bepaalde verantwoordelijkheid draagt binnen de samenleving voor land en volk, dan moet je initiatief kunnen nemen. Ja, zo ben ik erop gekomen om de Franse autoriteit een beroep op ze te doen. Omdat ik het zag dat Albina dit echt nodig heeft, is mijn district. De grens is heel lang, 530 kilometer. Dus we gaan prioriteit geven aan de grens. En dan zien we later als er meer binnenkomen, want er is heel veel meer binnen te komen. Naast die vuilnistonnen. Maar zoals ik mijn boodschap meegeef, we gaan bij het begin beginnen. Kring Albina. In samenwerking met de Franse autoriteiten zijn deze tonnen geschonken aan het grensstadje. Overal in Albina is er zwerfvuil te zien. Volgens districtsecretaris Romeo Alanteri komt het meeste vuil van de winkels uit de omgeving. Alanteri zegt dat er een vuilophaalschema is, waarbij er 3 keer per dag vuil wordt opgehaald in het centrum van Albina. Met deze donatie hoopt hij dat een deel van dit probleem verholpen kan worden. Volgens hem heeft het commissariaat meer hulpmiddelen nodig voor de vuilophaal. We hebben een krakperswagen nodig. Wat vuilophaal betreft hebben we een krakperswagen nodig. En ik denk dat dat zal verhelpen. Want wij doen ook onze best om afspraken te maken met de ondernemers. Hoe ze hun vuil moeten opslaan en dergelijke. Dus een krakperswagen voor wat vuilophaal betreft, dat hebben we heel hard nodig. Het afval zorgt ook voor overlast. Dit is niet goed voor het beeld van Albina. Het laat bij toeristen die via Albina doorreizen naar andere bestemmingen een negatieve indruk achter. De districtbewoners willen dat het commissariaat dit probleem beter aanpakt en harde afspraken maakt met de winkeliers. Ik ben naar Albina. Het probleem is in Albina. En het probleem is in Albina. Ademandate et trouver d'autres dapé. Isha hub dapé donc. Ademandate et d'autres apprécié. Derrière du temps, ça abi et forcer de ma poti in a big pickup. Dans l'instant, abi du temps dit de ma chako. Non, non, dapé. On fait de ma pour abi du temps dapé. Son des satra. Sabito, quand des week-ends. Il y a un ailleurs pour un bigi ou un tour de ce qui est un autre. Il s'habite, on met ma icon. Il y a un coup de l'eau, il y a un coup de l'eau. Il y a un coup de l'eau. Il y a un coup de l'eau. Les habitants, à ce niveau, c'est quand on habite à Saint-Omer, sur Saint-Nicée, visitez-y tant que nos banques. Amour le coup, les canets vont stand. Ma banque, ma wakagwe.